De dartavond en in elk geval één concert gaan de komende weken niet door. De maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en omdat wij voor 30 mensen open blijven hier. Terwijl de alle andere horeca moet sluiten. Ja, jullie willen geen concurrent zijn terwijl de rest dicht is? Nee, precies. Wij willen sowieso voorkomen dat wij de schijn tegenkrijgen dat wij oneerlijke horecaconcurrentie zijn. En het geeft ook wel een bepaald signaal, een statement af om gewoon ook net als de horeca te sluiten. Om ook de mensen die hier ook altijd komen ook nog een keer op het hart te drukken. Jongens, blijf thuis. Hou je aan de maatregelen. En des te eerder kunnen we met z'n allen weer terug naar het normale. Van der Steen hoopt dat dat al over 2 weken kan. Maar toch wordt over het Bluesfestival van 31 oktober en 1 november pas later een besluit genomen. En dan is het wel aardig als er ook weer een biertje gedronken mag worden. We hadden het met 40 man hier, kei gezellig. Want we hebben hartstikke mooie stoelen gekocht, de tafeltjes. Het was hartstikke sfeervol. Maar voor 30 man kunnen we uiteraard ook gewoon open blijven. Maar het is vooral ook de andere beperkingen die ons nu zijn opgelegd. Geen alcoholverkoop na 8 uur 's avonds. We zijn geen spaarblauwvereniging. Mensen komen hier toch voor een leuke band en een drankje te doen. Nederland 3 bestaat volgend jaar 50 jaar. Maar gaat dat jubileum nog gehaald worden? Ja, halen doen we hem sowieso, al moet ik er zelf bij inspringen. Dat gaat me niet gebeuren dat we net voor de eindstreep daarin omvallen. We kunnen het nog een klein jaartje uitzingen met onze reserves die we hadden. Maar daar gaat deze sluiting natuurlijk weer niet aan bijdragen om dat te redden. Hoe we nog gaan vieren, we hadden wilde plannen voor volgend jaar. Die kunnen voorlopig nog de koelkast in. Andere kant, volgend jaar, ik denk dat een hoop artiesten ook nog steeds een lege agenda hebben. Dus wie weet dat we nog een paar leuke artiesten kunnen boeken op het laatste moment. Dat is pas van later zorg. Eerst maar eens de komende weken afwachten.